Yo guys, Gletsch hier met vandaag een nieuwe video en vandaag is terug een filmreview. En vandaag doe ik mijn eerste Marvel film, Black Panther. Het 18e deel van de Marvel Cinematic Universe brengt ons Black Panther. Het is een goede film, maar ook geen uitvlieger. Het verhaal loopt verder op dat van Captain America Civil War. De voormalige koning van Wakanda, T'Chaka, is omgekomen in een terreuraanslag en zo moet T'Challa zijn plaats innemen. Wakanda is een technologisch geavanceerde Afrikaanse natie zonder dat buitenstaanders het weten. Maar wanneer T'Challa de troon heeft bestegen, wachten we al snel grote uitdagingen op en komen de daden van zijn vader T'Chaka aan het licht. De protagonist is T'Challa, aka Black Panther, gespeeld door Chadwick Boseman. Ik vind hem echt perfect voor de Black Panther. Hij is gewoon gemaakt voor die rol en zijn Afrikaans accent maakt het echt wel uit. Even voor de duidelijkheid, de acteur zelf heeft een Amerikaans accent, dus het Afrikaanse accent is helemaal gespeeld, maar je merkt er eigenlijk bijna niks van en dat is echt super goed gedaan. Dan hebben we Shuri, gespeeld door Letitia Wright, en zij steelt toch echt wel de show. Zij speelt haar rol echt goed en Shuri is zo degene die alle technische snufjes maakt voor Black Panther. Ja, zoals ik al zei, ze steelt de show, ze speelt haar rol goed, alleen kan ze soms wel een beetje cringy zijn, maar dat ligt eerder aan het script dan aan haar, denk ik. Dus ja. En dan hebben jullie dus Chloe, gespeeld door Andy Serkis, en zoals natuurlijk al de andere keren, doet hij dat echt fucking geweldig. Ik zeg het u, zonder hem zou een groot deel van de film echt saai geweest zijn, maar die gast speelt zo fucking goed, maar echt, love it. Het is niet de eerste keer dat hij voorkomt in een Marvel film, zo is hij ook al voorkomen Age of Ultron, en ik vond hem in deze film echt veel beter dan in Age of Ultron. Had gewoon een veel beter script of zo. Het was echt leuk. Het was echt nice. En dan hebben we de main villain Eric Killmonger gespeeld door Michael B. Jordan. Ik vind toch wel dat je kunt zeggen dat Killmonger eigenlijk wel een van de betere Marvel films is. Niet de beste, maar ook zeker niet de slechtste. Hij hoort zeker bij de betere. Jordan speelt zijn rol eigenlijk zodanig goed dat je compassie krijgt met Killmonger en dat je eigenlijk zijn motieven wel begrijpt. Ten slotte heeft hij ook een goed standpunt en stelt hij de vorige Black Panthers ook wel in vraag. Er zijn natuurlijk nog veel meer personages die belangrijk zijn, maar ik heb degene die ik het belangrijkste vond en het beste er gewoon uitgepikt. De anderen waren oké, ze hebben oké gespeeld, ze hebben niks speciaals gedaan, maar ja, ze hebben hun rol ook gewoon goed gedaan. Ik heb één negatief puntje voor deze film en dat is na de eerste actiescène dat de film voor een tijd eigenlijk wel vrij saai is. Maar nadat Killmonger en Ulysses Klaw worden geïntroduceerd, dan schiet de film echt goed op gang. Maar voor de rest is het zeker geen slechte film. Zoals ik al eerder zei, wanneer Serkis en Jordan hun personage wordt geïntroduceerd, is de film bij voordat je het weet. Tegenover de andere Marvel Cinematic Universe films vind ik de film echt wel een improvement. Een Marvel film zou geen Marvel film zijn zonder humor. En in deze film zit er ook humor, maar niet te veel en ook niet te weinig. Dus dat vind ik net goed. Het is toch wel een leuk opfrissen voor de MCU. Het is een solo movie. Maar toch is het een keer iets anders dan normaal. En dat is eigenlijk wel leuk. En over de actiescènes in deze film valt er eigenlijk niet te klagen. Om het kort en bondig te houden, Black Panther is een entertainende film die het zeker waard is om in de cinema te gaan zien. Ik geef deze film een 8 op 10. Glad you read it. En ik zeg ciao.